Ik wou niemand uit Amsterdam omstreken. Dit vind ik zo grappig dat jij dit zegt. Dat heeft niks met voetbal te maken, maar nee. Ik vind het verschrikkelijk volk. Echt. Oh, dit heb ik ook. Tot en met Purmerend aan toe en alles daaromheen. Verschrikkelijk volk. Mijn vriendinnen zeiden ook al tegen mij, van, Daan, dadelijk zit je met een Amsterdammer. Ik zeg, ja, ik zeg, dat moet ik dan ook een kans geven? Dan moet, nou, kijk, als je dan toch mag kiezen. Ja. Was dat je enige afknapper? Ja, dat was het. Dat was het. Dat is mijn enige eis. Gaan wij vanavond samen in de hot tub? Ik heb wel thuis al gezegd, ik ga niet ongemakkelijk in die hot tub zitten. Dus zolang het niet ongemakkelijk is, nee, jammer, dat gevoel heb ik niet. Nee. Dus ik denk het wel. Wel, lekker toch? Nee, ja, ongemakkelijkheid maak je er toch altijd zelf naar? Bij mij wordt het niet ongemakkelijk hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Dus ik denk het wel. Nee, ja, lekker toch? Nou, dit klinkt nu al goed. Anouk. Een nummer van Anouk. Nou, dit vind ik echt knap dat je dit nu gewoon al in één keer kan. Ik heb gelukkig nog wel een soort van, hoe heet het, bibliotheek in mijn achterhoofd zitten met toch wel wat nummers. Ik vind het echt heel knap hoor. Ik hoop zo dat je het lekker vindt. Ja, zal toch wel goed komen. Ik ben oprecht niet zo heel moeilijk. Er zijn gewoon veel dingen die ik niet leuk. Ja, dat is echt precies op hetzelfde neer. Ben jij over het algemeen zelfverzekerd? Ja, ligt eraan. De dingetjes als uiterlijk en dergelijke. En gewoon bij mezelf, ja, dat kan best onzeker over worden. Omdat, ja, weet je wel, het is niet alsof ik in de spiegel kijk en denk bij mezelf van, Nee. Het is gewoon, ja. Maak de zin af. De reden dat ik nog single ben is. Ik heb gewoon de eerste 26 jaar van mijn leven überhaupt niet gezocht. Dus dan kom je op een gegeven moment, zie je een beetje dat vrienden weggevallen als ze in een relatie gaan en weet ik wat allemaal. En natuurlijk gaat het kind stom, dan gaat er een soort van de tijd tikken of zo, weet je wel. Okay. Ja, dat heb ik ook wel een beetje hoor. Inderdaad, dat je dan ergens bent of zo, en dat ik dan op een gozer afstap, dat doe ik ook wel voor. Ja, sorry. Ik heb al een vrouw en kinderen. Oh, oké. Okay. Zou jij kunnen leven met een partner met een laag libido? Nee. Nee? Ik zou met gemiddeld al problemen hebben, denk ik. Oké. Okay. Dus... als zijnde één keer per week of zo, ja, dat zou ik gewoon, dan was ik wel vrij gezellig gebleven. Nee, nee. Echt? Nee, zo erg. Ik heb denk ik een laag libido. Nee, maar ik geloof dat in een relatie 2-3 keer per week of zo is een beetje het gemiddelde of zo. Ja, nou, dat is veel hoor, denk ik. Echt weinig. Ik denk dat dat echt veel is. Ja, ik kan me dat haast niet voorstellen. Hoe stout ben jij? Ik ben helemaal niet stout. Ik ben echt de grootste bange poepert op deze aard. Kloot. Ook bijvoorbeeld in bed. Laat mij maar lekker liggen als een zeester. Op welke manier kunnen wij elkaar aanvullen? Vertel. De goede vraag. Nou, zijn we. Ik heb gelijk een vraag voor je. Ja. Als wij nou een match zouden zijn. Ja. En wij zouden bijvoorbeeld aan kindjes beginnen. Mm-hmm. Wil jij dan een jongetje of een meisje? Zo, kleine vragen. Ja. Toch een jongetje, denk ik. Toch een jongetje. Ja. Ja. Het is toch een beetje als vader zijn en later samen voetballen of dat soort dingetjes. Ja. Vanwaar de vraag? Ik ben kraamverzorgster. Ah, kijk. Dus ik werk heel veel met babytjes en dat vind ik natuurlijk fantastisch. Dus vandaar ook de beschuit met muisjes, want daar werk ik natuurlijk ook ontzettend veel mee. Geef je mij liever een kus of een knuffel? Leg uit. Nu? Dat staat er niet bij. Oké. Okay. Nou, nu wordt het een knuffel en dan... Ja, beide prima. Ja, ik zou inderdaad nu ook inderdaad in eerste instantie voor de knuffel gaan. Maar dat is puur inderdaad omdat we elkaar net een uurtje, half uurtje kennen. Ja. Dus om dan gelijk voor die eerste te gaan is een beetje... Nee, dat is... Abrupt. Precies. Om het zo te zeggen. Nee, ja. Maar gewoon in het algemeen. Beide prima. Ja, ik heb nog nooit een relatie gehad. Dus oh, okay. De kus is voor mij ook een hele grote stap. Maar zou het gebeuren, zou ik er geen problemen mee hebben. Vertel een feitje over jezelf dat mij gaat verbazen. Ik weet niet of het verbaast, maar ik zing heel graag. Je zingt? Ik kan niet fantastisch zingen. Maar ik zing de hele dag door. Oké, ja.
Mensen die mij voorbij komen in de auto, die moeten altijd raar opkijken. Of ben jij ook zo'n autozinger? Zeker, zeker. Auto, douche, dat soort dingen. Ja, nou, dat vind ik wel een fijne eigenschap trouwens in een partner. In de auto ook gewoon meezingen. En dan niet net zo hard dat je het eigenlijk net niet hoort onder de radio vandaan. Maar daarin ook gewoon vals, eventueel gewoon, lekker jezelf, keihard mee gewoon kan zingen. Gewoon lekker jezelf kunnen zijn bij elkaar. Ja. Ja. En daar hoort dat een heerlijk vals zingen ook gewoon lekker bij. Zeker. Als je zelf niet kan zijn, dan moet je je zo gaan aanpassen. En dat kost ook heel veel energie. Ik heb het gevoel nog niet, gelukkig. Dat je je moet aanpassen nu? Nee. Nee, precies. Nee, absoluut niet. Ja, dat is heel mooi. Ja. Zo, vraag voor tijdens het eten. Ah, en wat ja, voor een? O jee. Ik vind jou sexy in de outfit die je nu draagt. Jeetje, wat een vraag. Ja. Ja. Ja? Ja. Dat is fijn om te horen. Om de outfit of? Nou, merendeels om de persoon die erin zit. Kijk, de kleding, nog beter. De kleding helpt. Hm. Ik wil ook antwoord. Bijna. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Weet niet of dit een... Het is niet per se een sexy outfit. Ja, wat valt er bij jou onder sexy? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik ben wel heel eerlijk. Mm-hmm. Dus ik zou nu niet per se ja zeggen. Maar zo. Nou ga ik mijn woorden goed kiezen. En dat doe ik normaal niet. Ik vind je wel aantrekkelijk. Je hebt, en dat is je uitstraling. Mm-hmm. Dus of dat sexy is, weet ik ook niet. Nee. Maar ik wil het er ook niet te makkelijk van afmaken. Hier, we gaan ervoor. Je gaat ervoor. Ja. Ik heb altijd keuzestress. Thuis ook. Toen je gisteren binnenkwam, had je toen ooit verwacht dat je dit ging doen? Nee. Maar ik denk dat ik van mijn leven niet verwacht had dat ik dit ooit ging doen. Ik had ook nooit verwacht doordat ik überhaupt op een date zou gaan 3D knippen. Ik denk, oh, dit gaat hij zo oudbollig vinden. Dit is iets voor oude mensen. Dat beeld heb ik er wel bij, ja, ja. Ik moet zeggen dat jij netter geknipt hebt. Ik vind onze creatie echt prachtig. Gewoon weer eens wat nieuws gedaan met mijn ja, leven. Ja, nou. Toch maar weer een nieuwe ervaring. Toch weer een nieuwe ervaring. Hoe zou jij mij versieren? Doe eens voor. Ah, oh, ik zou knippen. Zo zou ik dat doen. Ja. Ja, zoiets. En een knipoogje en gewoon even lekker elkaar aankijken. Oh, dat is een kortere. Oh, ze gaat vast over een kusje. Ja, wat krijg je liever? Een compliment of een knuffel? Oh, ja, dat is een goede vraag. Compliment vind ik fijn, maar knuffel vind ik ook fijn. Kost niks. Ik heb dan zoiets, alles op zijn tijd. Een knuffel is natuurlijk gewoon, ja, is gewoon fijn. Wij doen gewoon een knuffel. Een knuffel. Vinden we het fijn? Tuurlijk vinden wij dat fijn. Ja, tuurlijk. Nou. Kijk, dus aan de eerste kusjes. Zie. Mm. Zo is dat. Nee, als ik wat eet, dan eet ik, laat me zeggen, één klein broodje. Ja. En meer niet. Kijk, ik heb wel een yoghurtje nemen, hoor. Als ik een broodje op heb en dan een yoghurtje en dan, ja, en dan een borreltje erachter. Ja, dat kan zeker. Vooral als je een lekker borreltje neemt, moet je toch wel een klein bodempje hebben. Juist. Als flikker je daar... Oh, sorry. Dan val je daar de trap af. Ik wil het netjes houden. Weet je hoe je moet gooien? Nee, ik weet niet hoe ik moet gooien, maar ik moet... Maar ik moet wel meer hoger gooien. Oh, nou. Wacht even. Hoger, harder. Gos, ik heb helemaal geen richtingsgevoel. Hoe ziet jouw ideale partner eruit? Lijk ik hierop? Ja, dat ben jij. Ja. Dank je. Ja, ik zeg het nog een keer. Die glimmende oogjes. Nou, dank je wel. Ja. Echt. Dank je wel. Echt waar. Ik ben er blij mee. Ja, zo niet, gooi je in de prullenbak.
Au, hij eet. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Eet smaak. Eet hoi! Hoi. Gaat hartstikke goed, Els. Els, is het leuk daar, opa? Leuk? Fantastisch. Ja. Ik kreeg een knuffel. En toen liet ik haar los. Moet jou goed klaar met die knuffel. Ze hield me vast. En toen kreeg ik 3 zoenen. 3 zoenen? Op de mond? Op de mond. Nou ja, naar bed gaan. Weer een paar zoenen. 3, 4 zoenen. Ja. Ja. Maar het gevoel zit goed van beide kanten, dus denkt u? Ja. Ja. Het zal mij tegenvallen als hij vanmiddag zegt, ik stop. Voor mij mag het 4 dagen duren. Ah, ik ben echt heel blij voor u. Echt. Echt. En dan, ja. Dat jij dit allemaal gedaan hebt. Hartstikke, ja. Hartstikke mooi. Ja, bent u er blij mee? Oh, maar dat doe ik toch graag voor u, opa? Ik weet het. Ik kan het u dan. Weet ik. Opa, heel veel plezier. Ja. Dikke kus. Ja. Ja. Doeg. Els, tot de volgende keer. Doe ik. Mooi zo. Doei. Doei. Vind je het moeilijk dat ik gescheiden ben? Ja, dat mag je gewoon zeggen, hoor. Maak maar geen ene fluit uit. Nee. Echt niet. Nee, het gaat gewoon om de persoon. Niks in de kleding. Leuk, aardig, vriendelijk. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Het gevoel is er. Maar wat denk jij wat wij als raakvlak zouden hebben? Want we hebben duidelijk een ander leven. Ja, ik weet dat jij hebt een ander leven als ik. Ja, dat zeker. Want jij reist dan veel. Mm-hmm. Dan ga je een maand op vakantie, wat ik maar niet schrijf. Nee, noem maar wat. Ja? Jij mag toch jouw leven doen. Oh ja. Jawel, maar daar moet je dan samen een middenweg in kunnen vinden. Samen een weg zoeken. Ja. Van, hoe los je dat op? Ik vind je een topkerel. Ik vind je een schatje. Maar ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar kunnen wij samen hier wat mee? Nou, ik heb een goed gevoel. Ja. Hallo. Goedemorgen, middag. Hoi. Hoi, Evi. Ja, yes, Milan. Aangenaam. Evi, zei je? Ja, Evi. En Milan. Aangenaam. Milan, correct. Kijk. Wanneer heb jij voor het laatst gezoend? Vertel. Oeh. Dat kan ik niet vertellen. Dat is echt raar, man. Je mag hem ook skippen, hoor. Wil je dat weten of niet? Want ik wil het al vertellen, maar... Als jij het wil vertellen, moet je het vertellen. Niet zo heel lang geleden. Eigenlijk was hij 2 weken geleden met op carnavalsvakantie. Ja. Maar het was ook echt in de club, dus het was ook, iedereen kon het gewoon zien en zo, dus het was niet zo handig. Maar ja, dat is carnaval, hè? Ja, precies. Zeker. Stel naar de volgende vraag. Jij, nee, ik wou net zeggen, mag ik de kaars trekken sowieso? Oh ja. Nou, dan mag ik die jou vragen dadelijk. Wat heb jij van het laatst gezien? Ja, kijk, ik ben niet zo'n uitgaande, dus dat is echt wel een tijdje terug. Ja. Dus echt wel misschien op een vakantie of zo, wanneer ik echt aangeschoten ben en aangeschoten was. Maar het is niet dat ik zo 1, 2, 3 in de... Heb je wel ooit nuchter gezoend met iemand? Nee. Nee? Echt niet? Nee. Maar hoe zit het, het gevoel nu? Ja, goed. Ja, top. Gezellig, dus top. Dat is mooi. Ja. En jij? Het gaat zo lekker makkelijk en soepel, hè? Ja, op zich. Tenminste, op zich heb ik daar sowieso nooit problemen mee. Maar op zich voel ik wel een soort van wederzijdse energie. Ja. Dat je ook gewoon alles chill vindt. En, ja. Ik vind wel echt een hele mooie ogen. Dat vond ik echt al... Oké, dankjewel. Dat is gewoon een mooi lichaam. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Ik hou wel van die soort van grote ogen. Van die grote blinkende ogen, die heb je ook wel. Dus is helemaal stop. Dankjewel. Leuk om te horen. Alsjeblieft. Ja. Ik heb nog wel een beetje zenuw. Ik merk gewoon dat ik echt zo'n beetje dat ik denk... Maar niet per se om jou, zeg maar meer gewoon... De setting en zo. Ja, dat is het meer, denk ik. Ja, ja. Want jij bent superleuk, dus aan jou ligt het niet. Ja, top. Yes! We waren wel lekker bezig. Hey, hatsa. Netjes. Dat dacht ik. Nice. Missie geslaagd. Als je mij zou zien in de club, zou je dan allemaal afstappen? Nee, maar dat ligt niet aan jou. Dat is gewoon omdat je dat niet zou doen. Dat is gewoon omdat ik nooit erbij is. Maar als ik op jou af zou stappen, zou je er dan wel op ingaan? Ik denk het wel. Maar dat is gewoon ook gewoon heel erg omdat ik het afstappen waardeer, zeg maar.
Ik zou op jou afstappen, denk ik. Maak je nou eerst open, nu dan in de oven? Is dat niet goed? Doe je dat altijd? Nee, ja. Maar ja, wij doen dat nooit. Ja, het scheelt straks wel verbrande handen, zeg maar. Ben je een hele uitgebreide ontbijter dan? Of, Nee, echt absoluut niet. Smakelijk. Smakelijk, ja. Heb je al vlinders in je buik? Nee, maar dat heb ik ook niet heel gauw. Nee. Dus dat ligt echt niet aan jou. Nee, dat heb ik ook niet snel. Nee. Ik kan gelijk verkocht zijn, maar dat zijn geen vlinders, zeg maar. Nee, precies. Dus vandaar. Natuurlijk al. En jij kwam later binnen. Ja. Wat dacht je toen? Want had jij ook, moet ik haar nou 3 kussen geven of niet? Daar heb ik constant over nagedacht. Moet ik hem nou... Ik ben zelf meer van de knuffels eigenlijk. Ja, ik ook. Oh. Ja. Wil je knuffel? Ja, kom. Knuffel. Knuffel. Misschien voelen we die aantrekkingskracht. Oh, okay. Oh, ja. Ja, ik voel het wel hoor. Ik voel hem. Ik voel hem. Oh, het zit zo diep. Wat mooi. Ben je van de rustige liedjes? Speel wat goed voelt. Ik vind dat leuk. Say something. Ja, dat dacht ik ook aan. Ja? Ja. Ja, echt. Ik zou hier uren naar kunnen luisteren. En ik maak geen grapje. Ja? Echt, ja. Nou, ik denk, we zijn toch volwassen genoeg om samen in één bed te liggen. Dat, zo, ja, dat ja, vind ik. Ja. Ik denk dat als je hiervoor aanmeldt, je moet open ja, stellen voor dat soort nieuwe ervaringen. Ik vind het goed. Ik snap het ook wel maar, dat je zo zit. Maar wil jij dan links of rechts? Je bent echt een presentatrice. Oh nee, sorry. Ik praat heel erg met mijn handen. Wat ja, wat doe je? Ja, en ik ben niet Sepp, maar zo iemand die er heel ruig uitziet. Ik denk dat je best wel arr bent. Arr. Ja, arr. Arr. Weet je wat jij bent? Jij bent zeg maar... Je komt heel lief over en dan vervolgens... Ja, ik had denk ik misschien niet echt een nerd of zo, weet je wel. Maar meer een meisje die zich niet helemaal mooi maakt, weet je wel. En die gewoon casual doet. Je hebt je haar en zo mooi gemaakt. En je hebt lippenstift op en zo. En je hebt je gezichtje helemaal mooi opgemaakt. Ja. En dan staat je echt heel goed, oh, oprecht. Nou, ja, dat? Nee, echt. Ja. Oh, het ruikt zo lekker, Niels. Ja, het eten ook, of... Niels. Zullen we elkaar 10 seconden aankijken? Ja, of 1 minuut. Durf je dat aan? 1 minuut is echt heel lang. Weet ik. Oké. Okay. Ja? Are you ready to rumble? Oké, okay, laten we rumble. Ik voelde mijn hart op een gegeven moment sneller kloppen. Oh. Toen kwam ik er ook achter dat ik vergeten was om aan te halen. Dus, oh. Je kan het in ieder geval in je zak steken. Dat je een adembenemende uitstraling hebt. Oh. Nou, bedankt. Soms heb ik het idee dat ik niet tegen jou praat, maar tegen een actrice. Wat? Maar misschien... Zeg maar, af en toe weet je wel, dan zeg je van... Dan articuleer je opeens heel goed en praat je heel duidelijk. Ja, maar dat maakt toch ook niet uit? Laten we naar de hot tub gaan. Oh. Nee. Nou, dat is niet goed dat je dat hebt. Nee, maar ik weet niet of het erg is. Dan zou ik minder articuleren. Ja, ja, precies. Minder articuleren. Gewoon een beetje zo praten. Toppen, toppen, toppen. Doe, doe. Oh, mijn op. Doe, doe, doe. Doe, 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 doe. Doe, doe. Oké, gaan we naar binnen? Wat je net zei van, ja, ben je wel jezelf en... Snap ik best wel dat je dat denkt. En dat mag best gezegd worden. Het is heel goed dat je het zegt. Ik ben juist blij dat je eerlijk bent over je gevoel. Je had ook niks kunnen zeggen. En juist doordat je het zegt, kunnen we het bespreken. Maar tuurlijk, ik deed wel een beetje pijn. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Misschien vind ik het moeilijk te geloven of zo... dat ik iemand zo haar gemak kan laten voelen. Maar je bent hartstikke leuk. Je bent lief. Ik kan zo erg om je lachen. Maar gewoon, ja. Ik heb echt heel hard gelachen vandaag. Maar ook in die hot tub. Het slaat nergens op. Maar dat vind ik juist leuk. Echt waar. Ik vind het juist leuk. Ja, leuk is het zeker.
Sorry, ik moest het even doen. De liefde. De liefde.